Ondanks de sportief moeilijke periode die Beerschot meemaakt, blijven de supporters de club met hart en ziel ondersteunen. Ze zijn het er allemaal over eens dat Beerschot het positief enthousiasme van het publiek nodig heeft. Geen 90, maar 120 minuten lang staan de fans achter hun club. Je merkt dat gewoon de ploeg, je merkt dat er heel veel hoop is, dat de spelers er echt voor willen gaan. En zonder onze steun gaat het zeker niet lukken. Dus ik vind we moeten er volledig blijven achter staan voor de volle 100%, want het is nu eens ons nodig hebben. We vinden ook dat we ons eigenlijk achter de ploeg moeten zitten. We zien nu ook veel meer inzet. En dat moet gewoon. We moeten gewoon blijven supporteren, want anders komen we er niet geraken. De 12e man is nodig. Voor iedereen. Elke ploeg heeft dat nodig en een Beerschot heeft dat nu heel hard nodig. En we zullen er altijd blijven staan en vergaan. We blijven er vergaan. We geven niet af. Enkele supporters namen het initiatief om bij thuiswedstrijden hun favoriete ploeg al bij aanvang van de opwarming luidkeels toe te zingen. Ja, tijdens de opwarming merk je dat de spelers, zeker in eigen huis, ze moeten extra gemotiveerd aan de aftrap komen. Dus we roepen iedereen op om het eerste half uur voor de match al in het stadion te komen om de spelers op te warmen, aan te moedigen tijdens de opwarming. En, al te zingen, al te liedjes in te zetten, gewoon voor ze aan te moedigen en met een goed gevoel naar de match toe te leven. Een uitstekend initiatief vindt ook Joey Suk. Ja, dat is heel positief. Het geeft je toch de motivatie. En het geeft je meer moed om een wedstrijd te winnen, zeg maar. Voor de eerstvolgende thuiswedstrijd zaterdag tegen Genk is er opnieuw een supportersinitiatief. Tegen Genk is er door Armata al een sfeeractie gepland. En wij zelf hebben nog dezelfde oproep als tegen Bergen gepland. Gewoon iedereen om kwart, de match begint om 6 uur. Dus iedereen om 5:15, 5:30 al in het stadion. En gewoon vlaggen meepakken, sjaals meepakken. Gewoon mafiet gekleurd gaan. Gewoon laten zien dat Beerschot in je hart zit. En er gewoon voor gaan. De ploeg aanmoedigen. Joey Suk is ervan overtuigd dat de supporters van Beerschot zo mee het verschil kunnen maken. Ja, dat geeft toch een extra zetje in de rug om een wedstrijd te winnen. Dan, ja, ik heb alleen maar heel veel respect voor die supporters, dat ze dat doen. En voor de sfeer is dat fantastisch natuurlijk. Als het elke wedstrijd zou zijn, zou het echt top zijn. De hoop op een goede afloop leeft enorm bij de fans. Ik ben daar 100% zeker van dat die mensen dat beïnvloedt, dat wij daar achter staan en dat wij die steunen en alles geven waar we maar kunnen. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben er echt van overtuigd, want ja, het moet gewoon. Deze is een club die hoort in eerste klasse thuis en we moeten er gewoon alles aan doen om die erin te halen. We blijven niet hopen, we zijn er zeker van. We zijn gewoon zeker, we blijven 100% zeker dat we er door zijn. We geven niet af. Thank you.